Goedemorgen, dames. Welkom allemaal. Dag Carina, ook goedemorgen, dankjewel. Ik ben even mijn tablet aan het instellen, zodat ik de reacties met jullie mee kan kijken. Dag Anita uit België. Leuk dat je ook meekijkt op deze zondagmorgen. Els, Linda. Hallo. Nou, welkom bij deze live allemaal. Ik wilde vragen of jullie het filmpje even willen delen op jullie tijdlijn, zodat de anderen ons sneller kunnen vinden en gezellig mee kunnen kijken. Goedemorgen Monika. Gezellig. En we wachten even tot wat meer aanschuiven. Nou, jullie hebben al in ieder geval de live, denk ik, van Jolanda bekeken. Je had iets leuks gemaakt, hè, met de truc die je vanaf de achterkant bekijkt in de laadbak. En de worteltjes. Met de Dutch Doobadoo Goodie Bag, Easter Gnomes. Dus kijk gezellig mee en doe mee als je dat wil. En anders kunnen jullie het filmpje later op het gemak lekker terugkijken op deze druilige zondag. Dat wil ook niet meewerken, hè? Het lenteweer. Goedemorgen, Jolanda. Dankjewel, Joke, voor het delen. Nou, we gaan zo langzaam, denk ik, beginnen. En dan kijken we wel vanzelf of we nog meer aanschuiven. Als jullie natuurlijk het filmpje gedeeld hebben op jullie tijdlijn. Waar ik vandaag mee aan de slag ga, is het build-up painting setje. En dat wil zeggen dit bovenste gedeelte, wat eigenlijk op een verfdoosje lijkt. Kijken of ik een zwart papiertje kan pakken. Of een ander kleurtje. Zodat jullie het stencil wat beter kunnen zien. Ach ja, bordeauxrood, waarom niet? Dat kan ook. Zo. Het is een leuk verfsetje. Met kwastjes erbij. Een verfpalet. Weet je wel, die schilders altijd vasthouden. Met hun duim erdoorheen. En van die leuke verfspetters. Maar ik ga met dit bovenste gedeelte, ga ik vandaag mijn creatie maken. En daarbij gebruik ik het papier wat bij jullie ook in de goodie bag zit. En dat is het slimlijnpapier met twee leuke uitdrukvelletjes. Met leuke paasgnoompjes in... beetje oud roze en turquoise en lichtblauw. En met daarbij ook leuke figuurtjes die op paashaasjes lijken. Of een beertje met een mutsje op. Met paasoren daaruit. Even kijken hoor. Volgens mij doen twee hetzelfde. Yep. Oh ja, deze hebben we ook nog. Die is ook wel grappig met zijn oortjes omhoog en zijn handjes omhoog. En de paasei. En dan hebben we natuurlijk ook nog een gnoompje erbij die... Ah, hier. Een leuke paasei in zijn handjes heeft. En de patroontjes die erbij zitten, die zijn helemaal afgestemd weer op de plaatjes die erbij zitten. Want die kleuren komen allemaal terug. Geel met witte bloemetjes, blauw met witte bloemetjes. Met bijpassende streepjespatronen. We hebben een lila patroon met hartjes. Een zigzagpatroontje. Die zit weer in dat eitje wat ik net liet zien. Deze. Bij dit gnoombeertje. Ik weet niet. Of gnoompaashaasje kan je het ook noemen. Dus dat komt ook in terug.
Een leuk patroontje met allemaal gekleurde paaseitjes. Heel klein. En een glurend konijntje erachter. Een leuk stippeltjespatroon in oud roze. Of een beetje oranje, roosachtig. Dit is meer oud roze met het stippeltje. Heel fijntjes. Een lila streepjespatroon. Kijk, dat kan je weer leuk combineren met elkaar. De gekleurde stippeltjes met een lichtblauwe achtergrond. Een oud roze stippeltjespatroon. En deze hadden we al gehad. En ieder blaadje komt dan twee keer terug. En je hebt dan twee velletjes met van die uitdrukkers erbij. Maar er zitten ook nog plaatjes bij. Die moet je dan wel uitknippen. Je leuke paashaasje bovenop een paasei. Eentje die zich weer verstopt. En hier ongeveer hetzelfde, maar dan zijn de patroontjes anders. Dan moet ik even die ene met het paasei apart houden, want die ga ik zo meteen gebruiken. Zo. Dus dan weten jullie in ieder geval dat ik ook dat papier ga gebruiken. Het verfsetje. Wat gaan we doen? We nemen een basis van wit kartstok. Bellalulu Smooth kartstok. En we gaan het patroon tekenen. Wat we eerst gaan doen is de buitenkant omtrekken van het verfsetje. Gewoon één keer. Dan ga je hem verleggen, gewoon recht naar beneden en zorg dat de lijntjes zichtbaar blijven. Hè? Dan weet je dat die recht is. Die verschuif je naar beneden tot op het onderste lijntje wat je al hebt getekend van het bovenste rechthoekje. En dan teken je er nog een keer datzelfde rechthoek eraan vast. Natuurlijk met de mooie afgeronde hoekjes. En dan de middenlijn ga je een rillijn maken. Vandaar die rode strepen hier in het midden. Dus je tekent hem, je verlegt hem eronder, precies hetzelfde. En de middellijn wordt dan een rillijn. En op het onderste gedeelte ga je dan die rondjes tekenen. En het gleufje waar het kwastje in ligt, die ga je allemaal uitknippen. Dus dat is in ieder geval de basis. En dat ziet er dan zo uit, als je dat helemaal hebt gedaan. Zo, ik draai hem even om. Dan ziet het er zo uit, met hier in het midden een rillijn. Die moet ik nog scherp vouwen, in ieder geval. Maar dan zie je wat daaruit komt. Dus dan hebben we al bijna een verfdoosje. Wat we daarna gaan doen is, als je al die rondjes en het gleufje uit hebt geknipt, gaan we aan de achterkant daarvan, gaan we strookjes foamtape plakken. En een beetje zo dicht mogelijk bij de uitsparingen van de rondjes, want ik wil zo meteen de kleurtjes die erachter komen, die moeten natuurlijk ook vastgeplakt zitten. En die moeten dan die foamtapejes overlappen. Dus je doet 1, 2, 3, 4 stripjes met foamtape. En het foamtape is dan 2 mm hoog. Oké, ik zie dat Jolanda ook heeft getikt dat jullie de materialen die ik hier in deze lijf gebruik kan bestellen. En die bestelling kan je dan plaatsen onder de lijf van Jolanda van vanochtend. Dus niet hier bij mij, maar bij Jolanda de lijf kan je je bestelling plaatsen alsnog bij de reacties. En dan wordt het toegevoegd aan je tikkiemandje. En nog maar Anneke, Tini, Sandra Bouwens, Annemiek, Anneke. Kijk eens, die heeft hem zelfs dubbel. Nou, we hebben een aanbieder, dames. Dus degene die hem nog niet heeft, misschien kunnen jullie onderhandelen met Anneke. Die heeft de goodiebag zelfs dubbel. Dus wat ik zei, 4 keer een rij met foamtapejes. 1 boven en 1 onder. En dan eentje in het midden van de rij met rondjes. En eentje net boven het gleufje. Dan ga ik dat folie eraf halen. En ondertussen
heb ik ook al wat grotere rondjes gestanst. Met een pons, of je kunt het ook met, als je van die nesting dies hebt, hè, met cirkels. Dan kijk je welke de goede maat is om die foamtapejes te overlappen met het juiste kleurtje. Met de juiste maat natuurlijk. Dus dit is de goede kant. En dan gaan we de kleurtjes plaatsen. Ik begin hier boven. Dus deze. En al die rondjes heb ik al hier bij me. Heb ik ook allemaal een kleurtje gegeven. Dit keer heb ik dat met weet het, alcoholmarkers gedaan. Is gewoon heel simpel, even een kleurtje geven. Eventueel wat overeenkomt met het voorbeeld, hè? Oranje, geel, lichtgroen en paars. Dat is in ieder geval de eerste rij. Ik heb ze geprobeerd de volgorde te houden. Ik zie hier nog een folietje zitten. Bij deze ook. Dan had ik net een te kort stukje. Even kijken. Ja, dat klopt. Dus die leg je er overheen, over je foamtapejes. Dan gaan we naar de oranje. De gele. Lichtgroene. En de lila of paars. En dan ziet het er zo uit. En dan heb je tenminste ook die diepte erin zitten, net zoals bij een echt verfdoosje. Ik zal het even wat dichterbij laten zien. Zie je, je kijkt er zo, op deze manier kijk je er echt in dat de kleurtjes wat dieper liggen. We gaan verder om de resten op te vullen. Hier zit dat oudroze. En onder het oudroze hebben we dat gras. Grasgroen. Kortom, dat is dat ik al eerder zei. Je kunt het doen met een ponsje. Als je die in de juiste maat in huis hebt. Of je kunt een nesting die cirkel erbij zoeken. Groen. Dan kregen we blauw. Een rode kleur. En als ze ook maar net die foompjes raken, is het oké, hè? En de onderkant die heeft dan wat meer overlapping. Als ze maar vastzitten, dan is het ook helemaal in orde. Rood. Dan krijgen we nog een lichter blauw. En deze. Oh, die heb ik aan twee kanten te gedaan. Maakt niet uit. Zo. Hier is de foamtape ook vanaf. Als we dat hebben gedaan, dan gaan we de onderkant van dit doosje gaan we dichtmaken, zodat het gleufje ook verdiept is. En dat betekent dat we nog een keer dezelfde maat van dit doosje uit het stencil moeten hebben. Gewoon weer helemaal omtrekken en uitknippen. Dan heb je hem nog, zal maar zeggen, dit is 1, dit is 2. En nog een derde keer. En die gaat hieronder. Dus dan doe ik wat lijm. Die had ik dus net in mijn handen voordat ik begon. Oh ja, hier. Op al die rondjes een beetje. En het foamtapeje hieronder, die ondersteunt het dan weer. Doorprikken weer. Dus dan kun je zo meteen echt dat kwastje in het doosje neerleggen, als het ware. Nou, kijk eens, er is al een gegadigde voor het pakketje van Anneke. Geweldig hoor, Lia, jij bent voorzien. Super tof. Weer mijn naald terug doen. En die plakken we er precies overheen.
En die heeft dus dezelfde maat als de ondergrond. En dan hebben we hem afgedekt. En dan ga ik even de rillijn vouwen. Ik vouw hem eerst een beetje naar achter. Ik had hem al gerild, zal maar zeggen, maar nog niet omgevouwen. En dan weer even de andere kant op. En natuurlijk als je een hele scherpe vouw wil, dan haal je gewoon je vouwbeen even eroverheen. Die heb ik wel, maar die heb ik nu niet bij de hand helaas. Dus dan hebben we gelijk al het doosje. De maten van de rondjes. Dat is een goeie, dat weet ik helaas niet meer. En ik heb het helaas te laat gezien, je reactie. Maar ik heb ze nou al opgeplakt. Ik beloof je dat ik na de live even de reacties naloop. Even kijken, wie vroeg dat? Angelique van Arkel. Na deze live loop ik alle reacties even na. Ook om te kijken of ik een vraag vergeten ben. Dan zoek ik het eventjes op en dan ga ik het onder jouw reactie. Welke maat zijn de rondjes? Geef ik alsnog even antwoord. Is dat goed, Angelique? Dus daar kom ik bij je op terug, hoe groot die rondjes zijn die erop moet plakken. Oké. Wat gaan we verder doen? We gaan deze kant eerst oppimpen. En daarbij heb ik het Soft Finish Cardstock van Elizabeth Crafts Design gebruikt. En dat rechthoekje is ongeveer 3 mm kleiner dan hetgeen wat op het stencil staat. Dus eigenlijk heb ik een mat gemaakt. Huh? Ja, deze is even groot. Dat klopt niet. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik kan hem natuurlijk eventjes bijknippen. Bijknippen kan niet eigenlijk, hè? Afknippen. Met het X-cut schaartje. De soft finish cardstock is ideaal voor je inkt te blenden. Ik ga zo meteen wolkjes maken. En dat soft finish cardstock heeft een... Ja, als je er overheen wrijft, is het wel glad. Maar als je kijkt, dan heeft het toch een soort heel mooi structuurtje. En dat zorgt er dus voor dat je inkt heel mooi blendt. Ja, dat kan ook, Tamara, inderdaad. Je kunt hier de bovenkant... nog een kleine rechthoek uitknippen. Daar een mica velletje achter doen. Zodat je een doorzichtig doosje krijgt. En zo op de verfrondjes kijkt. Dus ik ga deze eventjes buiten beeld eventjes netjes afknippen. Dat heb ik helaas niet gecontroleerd of die klopte. Een beetje slordig. Krijg ik weer strafpunten voor. Zo, bijna klaar. En dan kijken we eventjes of we nog wat... bij moeten schaven. Mooi die afgeronde hoeken meenemen. Dan ga ik even passen en meten. Ja, prima zo. Super. Excuses. Dus hij is ietsje kleiner dan het doosje zelf, dan het rechthoekje zelf die hier zit. En dan gaan we een achtergrondje opmaken met blauw en de wolken van Craft Lab. Die stansen, dat malletje heb ik uitgestanst en die gebruik ik dan als mask. Je ziet het al, hij is al aardig gebruikt. En eens in de zoveel tijd dan, hoe heet dat, dan vervang ik ze.
Dan stans ik gewoon opnieuw een papiertje uit wat ik weinig gebruik qua kleur. Ja, met de blending tool en wat inkt. En het is gewoon random hoe je die wolken neerlegt, hè. Het geeft helemaal niks. Nu heb ik ze aan de overkant, aan de bovenkant een beetje laten overlappen, zodat de rand hierboven gewoon helemaal blauw wordt. En dan pak ik de andere, die heeft wat lagere wolkjes, een beetje afwisseling. Geeft ook niks. Dat maakt die lucht alleen maar interessanter. En zo begin je langzaam met draaibewegingen over het randje heen. En dan kun je zelf bepalen of je lucht wat lichter wil of donkerder wil. En zo langzamerhand, als je de juiste kleur hebt op het randje, dan waaier je uit naar boven met draaien. Een beetje. Want wolken zijn niet helemaal met een mooie afscheidingslijn wit. Dan pak ik weer die andere en die verschuif ik een beetje. Zo. Dus ik begin aan de buitenkant met lichte druk die draaibewegingen te maken. Over het randje heen van de wolken. En in een keer neem ik er wat inkt bij. Zo kan ik dus langzaam zien dat die donkerder wordt. En dan stop ik als het druk genoeg vindt. En dan ga ik naar boven toe blenden. Zo. Nou, het is maar een klein stukje natuurlijk. Maar het komt een heel klein tafereeltje op. En het tafereeltje gaan we doen met het grasrandje van Kraftlab. Die had ik ook uitgestanst. In het een beetje lichtgroen. En al op maat gemaakt. Zowat. Het is natuurlijk, die grasjes zijn op slimlijn formaat. Zijn twee soorten en die kan je dan achter elkaar heen plakken, zodat je een graslandschapje hebt. Nou, ik gebruik hier maar eentje. En die komt hier aan de onderkant. Oh, Annemiek, ik zie dat je al de maat hebt van Monika. Klopt dat? Dankjewel voor het opmeten, zie ik staan. Nou, omdat we hier afgeronde hoeken hebben, zorg ik wel dat hij aansluit met dit zijkantje. En dan knippen we dat zo meteen weg. Wat uitsteekt. Dan gaan we hem ook hier op maat maken. Ik heb hem iets meer naar beneden laten zakken, want het hoeft echt maar een mini randje te zijn. Dus die knip ik gelijk met mijn achtergrondje. Zo. Dan had ik apart gelegd dat leuke gnoompje. Die lekker zijn paaseitjes vasthoudt. En die geef ik hier een plekje in het gras. Maar wat heb ik gedaan? Of wat heb ik, of wat ga ik doen? Ik ga toch dat witte randje er even afknippen. Want we hebben natuurlijk al zoveel witte wolken. Dan vind ik dat soms dat je een keuze maakt van ik laat het randje zitten of ik knip het ervan af.
komt trouwens heel weinig voor dat ik de randjes eraf knip. Maar dit keer vond ik dat wel nodig. Met het X-cut-schaartje en de Teflon scharen. Waardoor als je je foamtape gaat knippen of wat dan ook, dat er geen lijmresten achterblijven. Doordat die speciale coating erop zit. Nu ga ik eerst hier even het bolletje knippen op zijn puntmutsje. Hebben jullie trouwens gezien dat de gnoompjes hetzelfde zijn als de build-up gnomen? De gnoompjes in een papierset zijn hetzelfde als de build-up. Dat is gewoon superleuk. zo kan je dus ook een soort van volk van laaf maken. Met al die kleintjes erbij. En trouwens, die uitdrukplaatjes, die zijn echt van goede kwaliteit. Het zit op een soort karton geprint. Dat zie je aan mijn prulletjes die eraf komen. Die gaan heel snel krullen. En het is niet, zal ik maar zeggen, 80 grams papier. Gewoon echt mooie uitknipplaatjes, kartonachtig. Dit laatste stukje is een beetje lastig. Zo. Oppassen dat het natuurlijk niet afscheurt. Daarom is het zo gemaakt van dat karton. Dat wil ook wel eens, hè, als je iets duns hebt, wat je af moet knippen of bij moet knippen. Dan wil dat wel eens scheuren. Maar als het goed is, heb je hier daar geen last van. Even zo'n bolletje bijpunten. Zo. Ja, ik vond het toch iets leuker zonder randje dit keer. Nu geven we hier een plekje aan de linkerkant. Zo, dan gaan we naar de build-up gnomes. En dat heb ik ook weer gedaan uit het papier, dat slimlijnpapier wat erbij zit. Ik heb zijn mutsje uit dat leuke patroontje gedaan, lichtblauw. Met die witte bloemetjes. En nou, zijn baard heb ik weer uit Belalulu Smooth Cardstock gedaan. En ik heb hier zijn rand van het mutsje. Daarvan zal ik het stencil ook even pakken. Dat zal ik even hier neerleggen. Zodat we kunnen zien welke onderdelen we gebruiken. Er zitten twee verschillende soorten baarden bij. Eentje met wat minder, die wat minder kartelig aan de onderkant is. En eentje wat meer. Dat is deze. Voor deze ga ik. Even kijken hoor, heb ik nou de goede? Nee. Ik heb hem nog een keer. Die andere hebben we zo meteen ook nodig. Die heb ik in precies hetzelfde gedaan, maar dan in spiegelbeeld. Maar dat zal ik zo meteen nog een keer zeggen. Dan kunnen jullie zien wat de bedoeling is. Dus deze baard, die zit hier, waar ook de handjes en de armpjes zitten, samen met de manchetten. En die heb ik al geaccentueerd met een blackliner. Ja, samen met de Signo Multiliner. Ja, dan vind ik dat onmisbaar bij de Dutch Bedoel artikelen. Om daar accentjes mee te zetten. Dus ik heb eerst de baard uitgeknipt. En het mutsje. Daarvoor heb ik gezorgd dat die flapjes naar de
rechterkant toewijzen. Met daarop het bijbehorende randje, de omslag. En die gaan we gewoon bovenop het mutsje plakken, hier aan de onderkant. Hij kan gewoon volledig overlappen. Dus je hoeft hem niet te verschuiven, helemaal zo naar het randje toe. Zorg dat die puntjes of die flapjes aan de buitenkant gelijk zijn. Zo. Die zit erop. Dan hebben we hier het gezichtje. Dat is dit rare rondje met die twee. Ja, het lijken neusgaten. Neusgaten, maar dat zijn zijn oogjes. En die heb ik uit een huidskleur gedaan. En die huidskleur die kun je vooral terugvinden in het peperpetje Sweet Love van Studio Light. Dus A4 formaatjes. Of het A4 formaat Sweet Peach. Daar zitten die huidskleuren in. Dat gezichtje dat plak ik hier boven aan zijn baardje. Die heeft precies dezelfde ronding aan de bovenkant. En aan de achterkant van het mutsje heb ik op die flapjes twee foamtapejes gedaan van 1 mm dik. Zodat je ook weer wat diepte krijgt in het gezichtje. Dat de muts iets meer naar voren staat dan zijn gezichtje. En die laat je dan een heel klein stukje overlappen. Maar dat de foamtapejes natuurlijk wel ook blijven plakken. En anders moet ik hem even verschuiven. Ik zit natuurlijk vast aan mijn bureau nu. Zo. Dan hebben we de neus. Die heb ik ook uit dezelfde kleur gedaan. En die is natuurlijk makkelijk herkenbaar. Hè? Die zit hieronder. Oh, die ga ik trouwens ook met 1 mm foamtape even vastplakken. Folie is zo statisch, als ik weet niet wat, dat blijft allemaal plakken. En die laat ik half overlappen op het gezichtje. Die plak ik even op mijn hand, die heb ik misschien zo nog nodig. Dan gaan we zijn oogjes maken. Natuurlijk met de blackliner. Je legt het stencil over het gezichtje heen. Je had het natuurlijk ook beter kunnen doen als ik het, toen ik het nog niet opgeplakt heb, want dan heb je een beter zicht erop. Dan ga ik eerst even voor de zekerheid met potlood twee stipjes zetten waar die oogjes zouden moeten komen. Want dan kan ik het altijd nog uitgummen. Als die... Nee hoor, dat is perfect. Zo. Zo is die zijn ogen op de correcte wijze. Anders heb je kans dat er iets heel raars uitkomt. Zo. Het ene oog is wel iets kleiner dan het andere. Zo. Een accentje op zijn neusje. Dan doe ik maar een heel klein streepje. En met de witte Zuchtno Multiliner doe ik nog eentje erboven. Zodat het net lijkt alsof zijn neusje glimt. Dan hebben we hier nog zijn armpjes. Samen met de manchetjes. Die heb ik uit roze gedaan. Dezelfde kleur als een omslag. En de manchetjes heb ik een kleur erbij gezocht die goed paste bij dat lichte blauw van zijn muts. En dit genoompje die wil ik, als het ware, hier in het hoekje plakken. En dan lijkt het net alsof hij over het, als we het zo meteen hierop gaan plakken, over het verfdoosje heen kijkt.
Doe wat lijm op de baard. Ik denk dat ik mijn toetje na de live even schoon moet maken onder de superhete kraan. Want af en toe blijft hij toch verstopt. Als je dat dopje kan je gewoon onder de hete kraan houden van je naaldflesje. Zorg dat het goed heet blijft. En dan wordt die lijm die erin zit, wordt dan zacht. En die kan je dan ook weer uitpeuteren met je naald. En dan moet hij het weer doen. Voor een little while. Hier zo schuin in de hoek. Net boven het gras. Waar zijn baard stopt. Denk ik. Hij mag iets lager. Mag dit gras iets overlappen, zo. Toch ietsjes lager. Zo. Dan ga ik de handjes, de armpjes heb ik uitgeknipt. Die heb ik ook al een accentje gegeven. En daarop komen die ovaaltjes. Dat zijn zijn manchetten, zoals ik al zei. En die wilde ik dus oppakken met mijn, hier heb ik hem, waxpen van Studio Light. Jolanda had gezegd dat ze weer in de winkel waren, hè, want ze waren een hele tijd niet meer leverbaar. En we hebben ook navulsetjes om de punten te vervangen als ze niet meer plakken of helemaal op zijn. Je kunt ze eraf draaien en weer erop schroeven. En eventueel kun je de binnenkant leuk opvullen met schutmateriaal wat ik heb gedaan. Oh, wat leuk, Lydia, dat je kleindochter die gnomes heel erg leuk vindt. Nou, Dutch Doobadoo heeft heel veel soorten gnomes in zijn collectie. Moet maar eens proberen te kijken als je het ergens kan vinden. Kerstgnomes, gardengnomes, dus voor de tuingnoompjes, hebben we ook. Dankjewel, Tineke. Oké. Okay. Nou. We hebben natuurlijk een verfsetje. En nou gaan we een kwastje in de handen geven van ons gnoom, onze build-up gnoom. Dan moet ik eventjes kijken, want ik heb hem twee keer. In dat setje zit een kort kwastje en een lang kwastje. Hier aan de linkerkant. En ik ga de lange, die krijgt de gnoom in zijn handjes. Met het smalle kwastje. Komt er maar. Zo. Dat blijft plakken. Aan mijn vingers. Ja. Kijk, ik heb de handjes al een beetje zo neergelegd. Naar het leuke diertje wat in het gras zit. Met zijn paaseitje. En ik ga eerst even met een potlood. Ik heb hier dat dunne kwastje hierboven. En dan ga ik gewoon een golfje tekenen. Een beetje in het midden van het kwastje. Zodat je een scheiding krijgt tussen de verf en zal maar zeggen, de haren van het kwastje. Dan ga ik met mijn potlood gewoon heel dicht bij elkaar potloodstreepjes trekken, lichtjes. Daarna ga ik met een zwarte blackliner. Ga ik dat golfje nog een keer overtrekken. En ik ga nog heel lichtjes wat zwarte haren tekenen. Nou, er zit natuurlijk geel in dat ei. En dan heb ik hier mijn brushmarkers. En dat puntje maak ik dan geel. En zo heb je dan je kwastje een kleurtje gegeven. Ik heb hier nog een inimini rechthoekstukje. Nou, die plak je dan
Hier aan het uiteinde erop, die heb ik zilver gemaakt. En op de onderkant plak je dat kwastje eraan vast. Zo, ik laat hem even van dichtbij zien. Het is wel een beetje recht. Zo. Dit is het kwastje met de gele verf eraan. Zo, ik ga uit het midden. Zo. Zien jullie wel? Dus die krijgt hij in zijn handjes. En dat kan eventjes een gepiel zijn. Je wil natuurlijk wel dat hij in de goede richting staat. Dus dan gaan we eerst even passen en meten. Het is de bedoeling dat dit handje hierboven aan het steeltje ervoor komt. En met één handje staat hij omhoog. Daar ga ik nog iets mee doen. Dus die kunnen we dan vastmaken. En dat doe ik ook weer met 1 mm foam tape. Met een heel dun strookje. Dat moet natuurlijk op dat steeltje gaan plakken. Van het kwastje. Dus kijken wat voor kunstenaar het wordt. Onze gnoom die aan het schilderen is. Even mijn foam recht plakken, zo. En die wijst natuurlijk naar het ei toe. Druk hem nog niet helemaal stevig aan, want wie weet wil ik hem nog even verschuiven. Klein stukje. Iets meer omhoog. Zo. En dan pak ik het handje waarvan het duimpje omhoog wijst. En die plak ik op deze manier aan het kwastje vast. Omdat het duimpje aan de bovenkant iets uitsteekt. We hadden natuurlijk hier nog een kwastje. Daar heb ik de korte van genomen. En dan met die wat bredere brush daaraan. Ik moet er ook even uit mijn bakje vissen. Moet je niet achter het touwtje blijven hangen. Ja, hebben we. Die gaan we op dezelfde manier doen. Ik pak weer mijn potlood. Ik trek een beetje een kronkelrandje. Met mijn potlood maak ik aan de onderkant allemaal van die fijne streepjes. Dan trek ik het weer over met mijn blackliner, dat kronkelrandje. En ik teken weer van die lichte streepjes erbij. En dit keer gaan we een ander kleurtje eraan doen. En dat is roze. Lekker fel kleurtje. En daar zit ook weer zo'n verbindingstukje bij, hè? Die heb ik ook weer in het zilver gedaan. Daar had ik ook al foamtape achter geplakt. Gewoon weer 1 mm dik. En omdat we onder dit doosje 2 mm hebben gebruikt, blijft hij alsnog met een soort van diepte
Ja, blijft dat zichtbaar? Dat is heel leuk. Een klein stukje. Oh, dat is veel te veel. Iets meer naar boven plakken. Even vasthouden. Zo. Iets bijknippen. Een beetje raar gezicht zo. Zo kun je dus spelen met je kwastjes en zometeen met die verfspetters. In dezelfde kleur bijvoorbeeld. Die leggen we in het gleufje. Daar heeft hij al mee gekleurd. En dat zal je ook zien dat hij dat gebruikt heeft. Vanwege de verf die al aan zijn kwastje zit. En dan met die roze stift ga ik ook nog in het gleufje zelf met roze. Een soort van kliederspoortje tekenen, zodat hij die verf heeft achtergelaten. Hoe komt er nou hier weer roze? Dat is niet de bedoeling. Ik ga het even maskeren. Misschien er komt hier wat overheen, maar ik weet niet of hij dat haalt. Zonde. Ik wil even wit maken. Zo. Dus dan hebben we twee kwastjes gebruikt. In het andere handje van het gnoompje gaan we een tekst doen. En die tekst komt uit dit setje van Craftlab. Die heet So Excited. En wat wil nou? Op de voorkant ga ik ook I am so excited plakken. En zitten er nog veel meer leuke teksten in? You crack me up. I'm so excited. Easter. You're my favorite chick. Got chocolate. You are extra special. Hippity hoppity. En je kunt ze ook, sommige kun je ook combineren met elkaar. Special Easter of Easter wishes. Happy Easter. Hello Easter. Easter is on its way. Somebody loves you, die is ook heel leuk. En daarbij heb je nog twee wat leuke stempeltjes in paaseitjes en worteltjes. En dit keer heb ik dus deze gebruikt. I am so excited. Dus maak een heel klein stempeltje. En die ga ik even matten op kraftkarton. Een klein randje eraan. En die krijgt het gnoompje in zijn andere handje. Ja, maar even kijken. Het handje komt erachter. Beetje hier aan de zijkant. Zo. Blijf zitten. Zodat hij dat hoekje vast heeft. Een beetje schuin zo. En het duimpje is dan nog zichtbaar aan de zijkant. Dan heb ik nog een heel klein ovaaltje gewoon uit de losse hand geknipt. In dezelfde kleur als het handje. Zie je het? Dat is dit stukje. En dat stukje komt dan. Hier als het ware op gelijke hoogte van het duimpje wat uitsteekt. Want dan lijkt het dus net alsof hij zijn duimpje om dat bordje heen heeft. Net zoals in het echt. Anders lijkt het nu alsof het zo
tegen zijn hand geplakt is. Dus je kan even een duimpje maken door een klein ovaaltje uit te knippen en kijken of het een goede maat is. En anders maak je een nieuwe. In ieder geval dat het een beetje goed oogt. Zo, nou heeft hij het bordje vast. En dan kunnen we hem op onze basis plakken, op ons verfdoosje. Nou, hij moet echt even onder de hete kraan. Een narcist, Tamara. Volgens mij hebben we die niet bij Dutsubedoe. Een narcissenstencil. Misschien wel een idee voor Jolanda. Voor de volgende voorjaarseditie. Om een bloem te maken van een narcis. ECD heeft wel een narcis, dat klopt. Die plakken we dan hierop en dan zorgen we dat we rondom dat witte randje hebben. En dan om het nou echt dat het te laten lijken alsof het echt in een doosje zit, want zo wit op wit, dat is niet zo mooi, vind ik. Heb ik nog een keer het rechthoek getekend en uitgeknipt, maar dan ongeveer 3 mm groter. Dus dat je een mat erachter krijgt. En dan doe je gewoon twee lossen. En dat kan gewoon omdat we natuurlijk het verhoogd hebben met 2 mm foamtape. Zo kan je het ook als telefoon gebruiken. Leuk toch? Je kan er ook een telefoon helemaal van maken, joh. Oh ja, doordat het hier verhoogd is, komen ze niet met elkaar in de knoei. Dus gewoon twee lossen. Een zwart kraft. Of smart blue. Zo, smart. Smooth Belalulu karton. En die komt dan als een zwart randje erachter. En nou ben ik het zat. Ik pak even mijn potje Dutsdoebedoelijm. Kijken of die wel wil doen. Die heb ik ook een tijdje niet gebruikt. Zo. Dus daar wil ook nog wel eens zo'n opgedroogd lijmvelletje op zitten. En de punten even goed doordrukken door het dopje aan te draaien. En dan voel je hier vanzelf dat er wat op zit. Dat is de lijm die van binnenuit komt, die wat opgedroogd is. Je hebt ook een heel mooi doseertuutje. En die heeft dus dan rondom een zwart randje zitten. En datzelfde doen we met de andere kant. Het roze wat je ziet is van mijn stift die door is gedrongen, zoals het ware. En dan hou ik hem weer eventjes zo voor me. En dan schuif ik hem erop, zodat ik kan zien of die overal er mooi omheen zit. Kijk nou hoe leuk. Dus dat is in ieder geval al een mooie binnenkantje. We gaan hem nog even verfraaien. Met de verfspetters die op het stencil zitten. Ik begin even met oranje. En ik ga deze gebruiken. Je hebt 1, 2, 3 soorten vlekken. En de linker ga ik gebruiken. Die leg ik over oranje heen. En dan kun je zelf bepalen hoeveel het uitsteekt over het
randje van de oranje verf. Een oranje verf komt dan wat gelekt is op het witte gedeelte. Op deze manier. Dat zijn toch leuke verfspetters? Je kunt het natuurlijk al zelf bijwerken. Dat is oranje. Ik ga ook een gele doen. Bij de gele verf heeft hij ook geknoeid. Dus zo kun je een beetje random kun je dan je doosje verder bespetteren of aankleden met die gele, met bijvoorbeeld een gele verfspetter. Gebruik deze ook. Dus gewoon een beetje hier en daar verleggen. Zo. Nou, daarnaast heeft hij ook geknoeid. Het houdt niet op. ik gebruik de middelste. En dan. Je kunt hem ook omdraaien natuurlijk, dat je de achterkant gebruikt. Nou. Zo. Die andere twee spettetjes. Die doe ik hier. Nou, zo is het toch hartstikke leuk. Zo lijkt het dus net of het doosje echt gebruikt is. Dan ga ik bij rood nog wat maken. Die doe ik hetzelfde als bij de oranje. Die gebruik ik daarvoor en dan draai ik gewoon mijn stencil, dat hij in ieder geval niet het helemaal hetzelfde wordt. Je kunt natuurlijk ook zelf spetters toevoegen. En dan doen we nog aan het eind die roze. Zo waar worden wij echte kunstenaars. Toch? Hier nog een vlekje. En dan heb ik hier nog midden opgeknoeid. Dus zo hebben we het doosje aangekleed met al de verfelementen. En hij is al helemaal excited voor Pasen natuurlijk. Dan gaan we de achterkant nog eens aankleden. En daarvoor gebruik ik weer uit het slimline setje het papier. Met die leuke gekleurde stippeltjes. En die heb ik dan ook weer, kijk die klopt wel. Die heb ik ook weer iets kleiner gesneden, geknipt en getekend dan het zwarte. Dus dat is weer dezelfde maat als je witte kaartstok. Dus dit wordt eigenlijk de voorkant van het doosje. En we hadden natuurlijk er net twee gnomes, wat ik liet zien. Wat is nou de bedoeling?
Die is natuurlijk heel erg lelijk, hè? Je ziet hier foamtape uitsteken en je kijkt tegen de achterkant van het mutsje op. Van het gnoompje wat in het doosje zit. Wat heb ik nu gedaan? Ik ga het gnoompje nog een keer doen, maar je gaat het dan tegengesteld tekenen en uitknippen. Kijk, want als ik deze heb, zitten die twee flapjes, die zitten naar rechts. En nu wil ik de andere kant bekleden en dan zitten die flapjes naar links. Wat doe je dan? Je pakt je designpapier, je draait je stencil om en dan ga je hem tekenen. En dan zitten die twee flapjes naar links, tegengesteld. Nou, die teken je en knip je uit. Dus die komt hier precies op. En mocht er dan nog wat uitsteken, doordat je natuurlijk met de schaar hebt geknipt, kun je dat allemaal bijpunten, zo noem ik het maar. En er komt ook weer dat randje eromheen. En alleen een baard, want het is de bedoeling dat je hier dus tegen de achterkant van het gnoompje aankijkt. Dus dan zie je alleen het mutsje en zijn haartjes. Lijm. En ik heb ook weer op het mutsje aan de achterkant heb ik twee foamtapejes gedaan. Even de afpeuteren. Even wat lijm op die flapjes doen. Dus ik hoop dat jullie begrijpen hoe je dat doet. Met tegengesteld erop plakken. Dus je probeert zoveel mogelijk gelijk te leggen met elkaar. En daarna kun je eventueel met je X-cut-schaartje alles een beetje perfectioneren. Zo, ik ga even omdraaien. Oh, kijk eens. Dat ziet er niet slecht uit, dames. Je ziet er niks van. Zie je? Ik hoef bijna niks eraan te doen. Dan hebben we zijn baard. Die komt hieronder. Even de foampjes weer loshalen. Een beetje schuin. Zo. En dan hebben we natuurlijk zijn mutsrandje. En die heb ik ook tegengesteld gedaan. Op deze manier. Je ziet het, het komt precies overeen met elkaar. En ik heb natuurlijk weer met de multiliner en de blackliner heb ik leuke accentjes gemaakt. Dus dit is de achterkant van de gnoom. Hier krijgt hij geen gezichtje, had gekund, maar ik vond het zo wat leuker. Wat ik ook wil is eigenlijk, hier heb ik hem. Heb ik een stukje hempkoord. Dat hempkoord is van Fase. En dat zit op het setje voorjaar of lente. Een van de twee. En die heeft dus een pastelkleurige roze tros. Een lichtblauwe, een witte en een lichtgroene. Dus echt van die leuke voorjaarskleurtjes. Ik had hem. Nee, dat kan nu niet. Ik kan het kastje nu niet open doen. Sorry. Maar het staat allemaal bij mijn gebruikte materialen hierboven het filmpje. Dus daar maak ik een strikje van. En aan de uiteinden ga ik net zo lang trekken. En dan worden die lusjes ook kleiner. Totdat ik het strikje klein genoeg vind om die twee of aan die twee flapjes te doen. Het is eventueel mooi op maat. Dan knip ik de uiteindjes af. Ik doe hier op de scheiding van die flapjes en zijn echte muts een dotje lijm. En daar leg ik het knoopje in. Dus alleen het knoopje.
Zo heeft hij een leuk strikje om zijn muts heen. En aan de achterkant doen we alleen een klein stukje touw. Want zo lijkt het net alsof het strikje eromheen zit. Ik had hem ook gelijk eromheen kunnen doen. Maar dat vond ik een beetje lastig, want dan ben ik bang dat dat papier scheurt als je het strikje aantrekt. Dus hier doen we ook maar een klein beetje lijm. En dat droogt transparant op. Dus mocht je iets te veel hebben, je ziet het, ik haal het ook een beetje weg met mijn vinger. Dan droogt dat gewoon transparant op en zie je er niks meer van. Dus een klein stukje touw, iets groter dan het papier zelf, zodat het een beetje aan beide kanten uitsteekt. En dan lijkt het net alsof het rondom om zijn mutsje heen is geknoopt. En dan gaan we verder. Ik heb hier nog een keer een tekst gestempeld uit dezelfde set. En dan heb ik gecombineerd met de woorden Easter en dan is on its way. Die zit hier onder, boven hippity hoppity. Dus als je boven, tenminste, hier aan de voorkant staat er Easter is on its way. En als je het doosje opendoet, staat er I'm so excited. Dus hij is helemaal enthousiast dat de Pasen onderweg is. En ik heb het gestempeld. En een mat randje gegeven met geel. En die gaan we gewoon er schuin op plakken. Hij moet wel een beetje recht natuurlijk. Hij verschoof. Dat mag niet. Zo. Dan ben ik ook nog een beetje creatief geweest met die stempeltjes die erbij zitten. Ik ben bezig gegaan met de worteltjes. Die heb ik gestempeld eerst met zwart. Hij stempelt natuurlijk ook dat loof mee, hè? Dus ik heb het eerst gestempeld in zwart. Ik heb hier eentje over. Daarvan heb ik het loof ervan afgeknipt en ingekleurd met oranje. Daarna heb ik de wortel gestempeld helemaal in groen. En die heb ik afgeknipt en het loof laten zitten. Je kan ook gewoon de wortel heel laten, maar dat vond ik niet nodig. Dus gewoon een klein stukje in het groen stempelen, afknippen en dan achter de wortel plakken. Hier de wortel, kom. Ik vind altijd dat zo'n loof wat aan de wortel zit, vind ik op peterselie lijken. Zo. Dus daar heb ik vier worteltjes van gedaan. En die gaan we hier op de hoekjes plakken. Want Easter is on its way. Dan lijkt het net alsof of het bordje daarmee vastgenageld zit in plaats van spijkers. Zo'n vier stuks. Met de puntjes naar binnen en het loof naar buiten. Zo. En eens kijken wat we hier nog hebben. Ja. Die moet ik ook nog doen. Gaan we zo meteen weer doen. En deze. Ik draai mijn bordje weer om. Bordje. Doosje. En ik vond het ook wel grappig. Ik bedacht me ineens. Vroeger. Toen ik klein was, ja, heel lang geleden, had ik ook natuurlijk een verf setje. En ik kan me altijd herinneren dat dat altijd van bruinzeel was. Wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon op Google heb ik het logo opgezocht.
Ik heb dat plaatje gekopieerd van het logo en in Word heb ik hem de goede maat gegeven om hem hieronder op te plakken, zodat het net lijkt alsof het van het merk Bruinzeel is. Dus dan meet je even op hoe breed dit strookje is hieronder. En dan kun je dat helemaal in Word aanpassen. Nou, zo lijkt het toch helemaal echt? Ja, joh. Uit het designpapier heb ik ook nog twee hele kleine eitjes geknipt. Dus niet uit het velletje wat je uit kan drukken. Maar een van de eitjes die op dat, aan de achterkant van het lila patroontje zit met die hartjes. Want ik vond dat met die bloemetjes wel schattig, die gele. En een bijpassende met streepjes. En een andere die wil ik uitknippen uit die uitdrukvelletjes. Dat is hier die blauwe. Met dat konijntje wat er achter gluurt. Dus die gaan we ook uitknippen. En ook weer zonder een wit randje. Want dan moet je, als je het bij de een doet, doe het dan ook bij de ander. Dan blijft het één geheel. Kijk uit dat je ze de oren niet afknipt. Hier zit een heel klein staartje wat nog uitsteekt. Het is bijna niet te zien, maar er zit wel wat. En zo hebben we een konijntje wat achter zijn eitje gluurt. Die gaan we ook nog eventjes een plekje geven. Met die twee kleinere eitjes erbij. Die komt een beetje zo schuin erachter. En dan de gele die komt ervoor, zodat je dat tafereeltje weer opbouwt. Achter elkaar, voor elkaar. Oh, hij moet andersom. Nou, ik denk, dames, even kijken. Ik heb mijn gnoom, ik heb mijn kwastje. Ik heb dat leuke diertje wat dat paaseindje vasthoudt. We hebben het verfsetje ook helemaal geknoeid. We hebben het merk. Hij kan dicht. We hebben de achterkant, of eigenlijk de voorkant. Met Easter is on its way. Dus dames, dit is mijn verfdoosje van het online festijn Easter Gnomes. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik kom zo meteen nog in de groep. Ik zal een foto erin gooien van, van deze creatie. En jullie even kijken bij de reacties of ik jullie vragen niet heb gemist. Dus ik dank jullie voor het kijken. Veel plezier bij Monica zo meteen. En een hele fijne zondag. Dag allemaal.